dat we gaan doen, is net als wat we de vorige keer gedaan hebben, is het herkennen, oefenen met het herkennen van emoties. De gamers en de jongere cliënten vinden het vooral heel erg interessant, maar alle cliënten met wie ik het gaan heb vinden het eigenlijk heel erg leuk om te doen. Goed kijken net naar de gezichtsuitdrukkingen, hoe kijkt iemand? En wij werken dus met EPA-patiënten, dat staat voor ernstige psychiatrische aandoening. Ja, hij zit zo goed. En de meest voorkomende diagnose is schizofrenie of een stoornis op het psychose spectrum. En daarnaast speelt er vaak nog andere problematiek, zoals een lichtverstandelijke beperking ofwel verslavingsproblematiek. We zijn nu in de Winkelstraat. Kijk goed naar het gezicht. Hè. Dat is een enorm goede kans voor deze doelgroep om echt een do-therapie te doen in plaats van uit een boekje werken of heel erg naar de gevoelens en gedachten te kijken. En nu kan je met je duim kiezen welke emotie het is. Met VR kan je eigenlijk de buitenwereld naar binnen brengen in de behandelkamer. Dus je hoeft als behandelaar niet altijd mee te gaan met je cliënt om die bepaalde angstige situaties mee te maken. Die krijgt verdrietig. Ja, heel goed. Hoe zag je dat? Aan de wenkbrauwen en gezicht. Mm-hmm. Wij maken eigenlijk games, virtual reality games, maar gebruikt voor serieuze toepassingen in de geestelijke gezondheidszorg. Met VR heb je alle mogelijkheden om de situaties aan te passen. Je kan heel veel aspecten kan je regelen, bijvoorbeeld de drukte. En in het echt kan dat niet. Als een behandelaar meegaat in het echt naar een supermarkt, kan hij niet even zeggen van, nou, ik heb hier een cliënt bij me en ik wil even een rustiger supermarkt hebben. Ja, dat is wat lastiger te realiseren in het echt. De kracht van VR zit hem eigenlijk in het exposure elementen waarvan we weten dat het werkt. Maar je kan met VR heel veel dingen aanpassen. Dus je kan het echt op maat maken voor een cliënt. En je kunt het natuurlijk oneindig oefenen. Dus als je, stel je zou nu naar een supermarkt gaan met een cliënt, dan loop je er doorheen en ga je er weer uit. Maar in de VR zou je nog 10 keer dezelfde oefening kunnen doen zonder dat het eigenlijk vreemd is. Dus we gaan een situatie nemen van 2 maanden geleden waarin je hebt gebruikt. En van wie kreeg je wat aangeboden? Van een jongen en iemand die goed ging. Als cliënt heb je eerst een gesprek met je behandelaar. Uit het gesprek moet dan blijken waar zitten jouw uitdagingen, waar zitten jouw angsten. En weet je ook nog wat hij jou had aangeboden? Crack. Crack, ja. En wat had je beter kunnen doen? Nee, ik zag het gewoon niet gebruiken. En dan kunnen ze dus virtuality gaan inzetten om bepaalde situaties na te bootsen. Welke lijkt het meest op degene die jou die drugs aanbood? Deze zag ik net. Tijdens zo'n behandeling van, laten we zeggen, 3 kwartier of 1 uur, dat het betekent niet dat je 3 kwartier een bril op hebt. Nee, het is misschien 5 minuten of 10 minuten. We gaan het scenario wat we net hebben voorbesproken, gaan we eigenlijk spelen. Huh? Dus hij gaat je zo meteen wat aanbieden. Aan jou de taak inderdaad om nee te zeggen. Hey, Zeet. Hey, hallo. Hoe gaat u, man? Goed. Hey, ik heb nog wel wat in de zak zitten. Ik dacht misschien, wil je dat wel hebben? Ik gebruik niet meer, ik ben gestopt. Binnen het rollenspel praat eigenlijk de behandelaar tegen je. Maar het stem van de behandelaar wordt vervormd. Je hoeft ze niet voor te betalen, hè? Dat weet je toch? En dat is juist het mooie ervan. Dus de behandelaar kan daardoor heel makkelijk en heel vrij een andere karakter spelen. Als ik gebruik, dan kom ik in de problemen. Dan gaat hij me weer terugsturen naar de gesloten. Dat wil ik niet. Je moet en wel de computer besturen en kijken naar het beeld wat de cliënt ziet. En ook nog je cliënt in de gaten houden. Dus dat is best wel schakelen. Maar ik denk dat het is net als met autorijden, hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het gaat. Je ziet het echt niet? Nee. VR is echt genoeg dat mensen helemaal worden meegenomen naar die andere plek. En dat ze emoties en gedachten krijgen en gedrag laten zien wat in het echt ook zo is. Alleen het is natuurlijk niet echt en dat weten mensen heel goed en dat helpt heel erg. Want vaak als mensen dingen moeten doen die ze eigenlijk heel moeilijk vinden of spannend vinden, hebben mensen de neiging om dat een beetje te vermijden, om dat liever niet te doen, logisch. En in VR zegt ze, ja maar ik weet dat het niet echt is, dus is de drempel veel lager om toch maar te proberen. Oké. Tot later. We hebben dus uit onderzoek ook gezien dat toch het doen
in virtual reality het ervoor zorgt dat je hersenen toch gaat ontwikkelen in positieve zin. Waardoor je in één keer wel een stapje verder kan. Ik heb bijvoorbeeld een cliënt die we weerbaar hebben gemaakt ten aanzien van zijn verslaving. Waarbij de verpleging aan ons teruggaf. Hij zegt ook veel vaker nee als andere cliënten check komen bietsen. Dus je ziet ook dat het generaliseert naar het dagelijks leven. Dus wat je vandaag geleerd hebt, kan je dan weer toepassen? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, mooi. Goed gedaan.